Ja, daar zijn we weer. Ik ben nog steeds in Amsterdam. Ik heb helaas niets kunnen filmen bij de IBC. Tijdens de IBC ben ik behoorlijk ziek geworden en vandaar dat er ook geen andere video's op mijn YouTube-kanaal te zien waren. Ik ben inmiddels weer zo goed als hersteld en er komen hele leuke dingen aan. We beginnen vandaag bij de European Bartender School. Dat is een school die zit over de hele wereld. Ze noemen het weliswaar Europees, maar het is begonnen in Europa. En daarin leer je eigenlijk hoe je barman moet worden. Nou klinkt het vrij simpel, maar er komt natuurlijk iets veel meer bij kijken. En voornamelijk op het gebied van cocktails maken. Ze gaan eerst wat voordoen en daarna mag ik het zelf doen. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, heb ik één vaste baan in mijn leven gehad en dat was in de horeca. Daar heb ik 3-4 jaartjes als barman gewerkt bij een hotel. En nou ja, ik hoefde letterlijk alleen maar biertjes en wijntjes te doen. Dus zo'n cocktails wat we hier achter gaan maken, dat is even nieuw voor me. We beginnen eerst gewoon met wat ijs in de beker leren doen, leren rondrooien, omdat het natuurlijk ook wel een beetje om show gaat. En daarna gaan we echt de cocktails maken. Oké, genoeg flairstunts geprobeerd. Het is tijd om nu echt zelf mijn eigen drankje te gaan maken. Ik wil proberen om een variatie op de Mai Tai te maken, een best bekende cocktail. Maar je kan door middel van kaneel kan je natuurlijk met wat vuureffecten werken. Ik bedoel, je eet van vuren of niet, toch? Die van mij staat niet op camera, maar ik heb wel die van Lieselot, mijn vriendin, gefilmd. Check deze slow-mo. Workshop zit erop. Ik ga nu snel even in de taxi richting het restaurant. Ik ga het niet heel laat maken, want morgenochtend is de Cabra Express videolezing. Dus ik zal nog even een paar shortjes van vanavond laten zien en daarna vroeg naar bed. Want morgen weer frisse fruit te zijn. Ach. Het was weer een veel langere avond dan eigenlijk de bedoeling was, maar het was wel heel erg gezellig. Ik zal de link van de European Bartender School, ja zeg ik het goed? Voor mij wel. Zal ik even in de beschrijving zetten. Mocht je geïnteresseerd zijn, kan je eventueel een dag een cursus volgen of desnoods een maand of misschien wel langer. Het is niet de betaalde promotie of iets. Ik vind gewoon, de gasten die het georganiseerd hadden, die hadden mij uitgenodigd. En ik vond het echt heel erg leuk om erbij aanwezig te zijn. En het zijn gewoon hele toffe ondernemers. En ik vind dat je elkaar een beetje in dat opzicht moet helpen. Als ik zie dat iemand heel erg enthousiast ergens over is en gewoon goed zijn best doet in het ondernemen, vind ik het alleen maar leuk om anderen dat aan te bevelen. Ik ben inmiddels aangekomen bij Cabra Express Amsterdam. En hier ga ik de komende 2 uur een lezing geven over video. Laat jullie vooral ook even in de reacties weten wat jullie eventueel op mijn YouTube kanaal nog meer zouden willen leren over video. Ik moet even deze video onderbreken. Heb ik net letterlijk voor de deur van Cabra Express staan vertellen over hoe je als ondernemers elkaar moet helpen. En ik kom al zeker, ik ben 10 jaar ZZP'er en ik kom al vanaf het begin dan eigenlijk altijd bij Cabra Express. En dat zijn ook ondernemers wie ik het heel erg gun. Is dezelfde avond na mijn lezing is er ingebroken bij dat filiaal in Cabra Express Amsterdam. En is er voor de 2e keer in 1 jaar tijd voor meer dan €50.000 aan spullen weggehaald. Ik zal het netjes houden, maar je kan merken dat ik er aardig gefrustreerd van wordt, want het zijn gewoon hardwerkende ondernemers. En ze hebben juist in tijden waarop het heel slecht gaat de stoute schoenen aangetrokken en juist nieuwe winkels door heel Nederland weten te openen. En dan gebeurt er zoiets. Dus mocht je spullen tegenkomen op Marktplaats, en dan heb ik het over camera's, lenzen, drones, statieven, noem het allemaal maar, tegen een bedrag waarvan je denkt, dat lijkt me te mooi om waar te zijn, dan is dat ook echt zo. Het is niet zo alsof je nu een lens €500 goedkoper gaat krijgen dan normaal. Houd het in de gaten. Geef het echt gerust aan op het moment dat je denkt, dit vertrouw ik niet. Dan gaan we nu gewoon weer terug naar de reguliere uitzending. Ik ben inmiddels bij het Vredespaleis aangekomen. Was ik eerlijk gezegd nog nooit geweest. Ik weet niet of jullie wel eens geweest waren. Het is aardig zwaar beveiligd ook. Ik heb zo meteen binnen een filmopname met
een koninklijke hoogheid. Ik weet niet dat ik mag zeggen met wie. En ik denk ook niet dat het gewaardeerd wordt als ik daar op deze manier ga filmen. Ik heb voor die productie een Canon C300 met een mattebox, lampje en externe geluid. Want ik heb een geluidsman, Misha. En dan gaan we dus zo meteen hier naar binnen. Dus ik ga deze camera vast maar even wegdoen en dan zie ik jullie zo meteen. Ja, terug in Rotterdam, terug op de boosterboard. Dat ga ik wel heel erg missen als het straks winter is. Ik weet eindelijk trouwens wanneer dat project met die blauwe Jaguar zal eind oktober, mag ik eindelijk zeggen, nou, waar het voor was. En dan ga ik ook dingen weggeven. Dus blijf even geduld hebben. Jongens, dit is toch met Calimero? Kijk. Nee, dit is helemaal alsof ik letterlijk een Duitse helm op heb. Nou, dit is helemaal in combinatie met dit is het helemaal Casey Neistat. Dus dat gaan we maar niet doen. Ja. Dat hou ik toch van deze stad. Dat ze het voor elkaar hebben weten te krijgen om bovenaan de koopgoot een bord te maken met kijk, hier legt de koopgoot alleen nog even die pleuren trap af. Dat vind ik echt geweldig. Wat heel veel mensen niet weten is waarom die trap veel gemaakt is. Als je twee treden tegelijk pakt op het moment dat je omhoog loopt, dan ziet het eruit alsof je naar de wc moet. En met één stap, dan gaat het niet. De reden dat ze dat gedaan hebben is natuurlijk vanwege de nooddienst. Op het moment dat de politie of brandweer of ambulance naar beneden moet, moet ze natuurlijk ook weer omhoog kunnen. En daarom ziet hij er zo uit. De reden dat ik die helm heb gekocht is natuurlijk om ook te dragen het moment dat ik op de boosted board sta. Ik wil er een GoPro op monteren en dan niet zomaar eentje. Dit is de GoPro Hero 3. Dat is de oudste eigenlijk nog die ik heb. Ik weet niet eens wat ervoor zit. Volgens mij heette het toen gewoon Hero. Toen kwam vanzelfsprekend de Hero 4. Ja, je raadt het niet. Maar toen kwam ook de 5. En afgelopen week is in San Francisco de allernieuwste onthuld. De GoPro Hero 6. Schijnt weer een verbetering te zijn van de 5. Wordt gebeld. Zoals ik zei, het schijnt een verbetering te zijn van de 5, want als je ze qua uiterlijk naast elkaar houdt, ja, heel veel verschil zie je niet. Het zit voornamelijk in de functies die verbeterd moeten zijn. En dat is ook precies hetgeen wat ik uit wil gaan proberen. Dat zal je niet in deze video zien, maar verwacht heel snel een review van de GoPro Hero 6. Het leek me leuk om voor de volgende productie een klein beetje licht in te huren, alleen zijn nogal belachelijk groot. De lampen staan inmiddels, ze zijn echt gigantisch groot, maar ze zorgen natuurlijk enerzijds voor verlichting en aan de andere kant gebruik ik het ook een beetje als attribuut. We zijn namelijk in de NDSM-werf, een hele vette locatie. Maar goed, ik ga deze video afsluiten. Hij wordt inmiddels weer veel te lang. Bedankt voor het kijken. Druk even die blauwe duim omhoog. Ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En kijk gerust ook even mijn andere video's. Hier zo, daar zo. Klik dan. Doei.